We staan hier nu met Ineke Kaaldijk. Je bent hydrogeologist. Wat is dat precies, Ineke? Dat is alles wat te maken heeft met grondwater. Dus ik probeer achter te halen waar het grondwater is, waar eventueel drinkwatervoorzieningen moeten worden aangelegd, hoeveel water er is, de waterkwaliteiten, dat soort dingen allemaal. Breng jij daar als Nederlandse, die natuurlijk uit een land komt met veel water, problemen en wateroplossingen, ook breng je als Nederlandse een bijzondere expertise mee die mensen van hier misschien nodig hebben? Nou, mijn hele achtergrond is waterbeheer. Ik heb in Wageningen gestudeerd en daarna ben ik naar Amerika gegaan en nu ben ik hier. Dus alle werkervaring en studieervaring draagt zeker bij hier aan het oplossen van eventuele problematiek hier. En heb jij in je beroepsleven ook nog contact met Nederland? Ik passeer zeker toe wat ik geleerd heb, pas ik hier toe. Met name waar ze hier heel erg mee bezig zijn is integraal waterbeheer. En ik ben in Wageningen ben ik echt opgeleid met het concept van integraal waterbeheer. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen, je kijkt niet alleen naar technische aspecten, je kijkt naar economische aspecten, sociale aspecten. Dus het hele pakket, zeg maar. En nou ben je hier vandaag bij Fraser Downs in een Nederlandse groep. Je hebt daar een nieuwe rol gekregen, heb ik gehoord. Wat is je rol hier? Ik heb gevraagd dat ik secretaris wil worden. Dus ik heb besloten om dat te doen, om zo op die manier ook bij te dragen. Okay, dus jij gaat op de centjes letten dan? Of wat betekent dat gewoon? Dus hebben we nog niet verteld wat ik precies ga doen. Dan wens ik je er veel succes bij. Oké, dank u wel.